heb altijd gedacht dat mocht het ooit tot een kernoorlog komen, dan doe je er verstandig aan om jezelf en ervoor te zorgen dat je binnen een uur dood bent na het begin van de kernoorlog. Want alles wat daarna komt zal gruwelijk zijn. Ja, zal het einde van de mensheid, het einde van de planeet, we moeten het ook maar goed, het is voor de direct betrokkenen is het rampzalig. Er zijn uiteindelijk, inclusief stralingsziekte geloof ik in Hiroshima, 140.000 doden gevallen. Het van Rossum, kunt u mij horen? Jij gaat vandaag over het Manhattan-project vertellen. Ja, iemand vroeg daarna. Dus toen dacht ik, omdat de atoombom die natuurlijk al jarenlang achter de horizon verdwenen was. Die is natuurlijk ineens weer boven de horizon getild door, niet waar, de grootste kluns van dit moment in de wereld, namelijk Vladimir Poetin. Die heeft eigenlijk niks anders dan die bom, wat hem nog, laten we zeggen, een bredere invloed kan verschaffen dan dat gepruts van zijn eigen leger in de Oekraïne. Want vergeet niet wat een afgang het is, niet waar, dat dit zogenaamde omvangrijke, zogenaamd zeer moderne, zogenaamd volledig herziende leger, wat een play dat geslagen heeft, hè, tegen het Oekraïnse leger, wat sowieso een stuk kleiner was. Dus ja, nou, misschien moet ik dat stuk dan eens lezen, want ik zag het niet zo dramatisch. Het staat het ergens in een krant. Als hij het ziet, welke krant dan? Volgens mij een Trouw, als ik me niet vergis. Ja, dat is ook weer zo'n krant die ik nooit zie. Dus. Maar dat weet ik niet zeker, dus dat moeten we even opzoeken. In de afdeling De Verdieping, dat vond ik al het hele idee. Dat kennelijk, met als je zegt dat je bijvoegsel De Verdieping heet, dat betekent eigenlijk dat alles wat daar niet in staat heel oppervlakkig is, toch? Dat zou je wel denken, ja. Ja, want ja. Anders moet je niet. Ik zou zeggen, je hele krant is verdieping, hè? Maar niet één onderdeel van de krant. Dat is een beetje typisch, toch? Al heeft Trouw toch best wel goede journalistiek, heb ik het idee al. Ja, mijn zwager en zuster, die hadden alle kranten tenslotte een keer een tijdje gehad. En toen zijn ze tot de Trouw bekeerd geraakt. Die waren er wel tevreden over, geloof ik. Maar ja, god, ik ben ook heel tevreden over de kwaliteitskrant. Dat wil zeggen, een groot deel lees je natuurlijk helemaal niet. En ik moet zeggen, ze hadden een prachtige serie over Nederlandse demografie. Dat was nou informatief. Ja, die longreads, ik bedoel, dat zijn allemaal van die dingen, denk ik, ja. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. Ik ga daar niet altijd allemaal afkraken en zo, maar ik moet de New York Times er ook bij bekijken, natuurlijk. Ja, daarvan zeggen mensen wel, dat is het toch wel het Democratenblad geworden. Tuurlijk is het dat. Maar ja, en mag ik erop wijzen dat van, er zijn in Amerika twee politieke partijen. Ik zeg het nog één keer, dames en heren, voor het geval dat het u toch ontschoten is. Er zijn in Amerika twee politieke partijen. Eén van die twee partijen, die vroeger een betrekkelijk normale conservatieve partij was, is gek geworden. Sinds de late jaren 90. Dat is alleen maar erger en erger en erger geworden. Als u denkt van dat is niet zo, kijk u eens naar Marjorie Taylor Greene. Lees er eens iets over en u zult al heel snel denken, wat raar. Ik wist niet dat de hele wereld, nou. En de andere partij, de Democratische Partij, is het bekende verwarde gezelschap wat het al decennia is. En daar heb je linkse democraten en rechtse democraten. Maar helemaal gek, zoals de Republikeinen, dat zijn ze ook weer niet. Zo zit het ongeveer. En daarom is het heel verstandig dat je een krant leest die in principe kritisch is op de gekken en die meestal ook vrij kritisch is op de democraten, maar niet zo kritisch, simpelweg, omdat dat niet nodig is. Het hele idee dat er een soort gelijkwaardigheid is, ze zijn allebei even gek, is jou juist een van de grootste misvattingen over de Amerikaanse politiek. Waar ook de Amerikaanse media aan leiden, want dat leidt ertoe dat ook aan volstrekte idioten niet waar aandacht wordt besteed. Ja, ik wil nou weer niet Nederlandse voorbeelden hiervan geven, maar ja, hoe lang moet je aan volstrekte idioten aandacht geven? Dat houdt een keer op. Nu het Manhattan-project. Nu het Manhattan-project, ja. Dat is, de vraag was eigenlijk, hoe komen we aan die atoombom? Een kernwapen is in feite gebaseerd op kernsplitsing. Dus dat er een atoom is, of natuurlijk een hele massa atomen die gesplitst worden. Want bij die splitsing, zo blijkt, daar komen hele grote hoeveelheden energie bij vrij.
Maar daarvoor moeten we natuurlijk eerst even uitleggen wat een atoom eigenlijk is en hoe dat ongeveer in elkaar zit. En waarom bepaalde atomen zeer geschikt zijn om gesplitst te worden. Want we weten eigenlijk pas sinds rond de 1900 hoe een atoom in elkaar steekt. Want we dachten vroeger dat atomen gewoon hele kleine solide balletjes waren die verder niet geen verdere structuur hadden. Ook het woord atoom betekent eigenlijk dat het niet verder opgesplitst kan worden, niet verder opengesneden kan worden. Hè? Atomos. Maar geleidelijk aan hebben we ontdekt, vanaf nogmaals rond 1900, dat het atoom eigenlijk een heel complex ding is. Want een atoom heeft een kern met protonen en neutronen en om die kern cirkelen elektronen. Dus er zijn sowieso al drie systemen in zo'n atoom. En de hoeveelheid protonen en neutronen en elektronen en die daaromheen cirkelende elektronen, die bepalen eigenlijk hoe groot dat atoom is en wat voor eigenschappen het heeft. En die elektronen, die moet u ook niet voorstellen als een soort erten die kern heen draaien. Zo is een relatief enorme ruimte tussen de kernen en die elektronen. Nee, die elektronen, dat is weer met dat in die moderne natuurkunde, die zijn zowel een golfverschijnsel als een deeltje. Die zijn allerlei dingen tegelijkertijd, dat is een complexe zaak. En bovendien draaien die elektronen in verschillende banen en kunnen ze ook door van baan te verwisselen ook weer specifieke effecten veroorzaken. Hoe dan ook, in eind jaren 30 was grotendeels duidelijk hoe die atomen in elkaar zaten. Maar om daar nog nadere duidelijkheid over te krijgen en misschien ook om te kijken of splitsing mogelijk was, hadden Duitse natuurkundigen waren op het idee gekomen om een uraniumatoom te beschieten met neutronen. En na enige tijd had dat het resultaat dat in feite het uraniumatoom, dat kon proefondervindelijk worden vastgesteld, dat gesplitst was in twee, ik geloof bariumatoom, als ik het wel heb, die ongeveer de helft van het atoomgewicht zijn van een uraniumatoom. Maar die twee atomen die ontstaan zijn, stoten elkaar af. Die waren allebei positief geladen. En dat niet alleen, bij die splitsing gaat een kleine hoeveelheid massa verloren en wordt omgezet in energie. Maar nu wil het geval, iedereen kent die vergelijking van Einstein, E is mc in het kwadraat. Massa, de massa die wordt omgezet in energie, dat is E is mc, betekent energie is massa maal het kwadraat van de lichtsnelheid. En aangezien de lichtsnelheid enorm groot is, namelijk de grootste snelheid die we kennen, 300.000 km per seconde, zelfs een kleine hoeveelheid massa die in energie wordt omgezet, dat is gigantisch veel. Dat ze erin geslaagd waren, die drie Duitse natuurkundigen, om een atoom in tweeën te delen, dat was onmiddellijk groot nieuws. En ik begrijp eigenlijk uit alle beschrijvingen dat alle natuurkundigen eigenlijk meteen begrepen wat dat betekende. Namelijk dat je eventueel, daar moest natuurlijk allerlei denkwerk aan besteed worden en ontwikkelingen enzovoort enzovoort, maar je zou een bom kunnen maken. Gezien het waar de enorme energie die vrijgemaakt wordt als je zo'n ding splitst. Bovendien begrepen ze ook wel dat als je een grote hoeveelheid zou hebben, dat die neutronen, dat die ook in zodanige aantallen zouden worden geproduceerd door dat proces van deling, dat die een soort kettingreactie op gang. Zodat dat, als het eenmaal draaide, zou het steeds erger en erger worden. Kortom, het idee van een bom was onmiddellijk geboren. Wat ook een van die drie onderzoekers overigens was de zekere Lise Meitner. Die was Joods, die was uitgeweken naar Zweden. We hebben het al gehad over die eindeloze exodus van wetenschappers. Dat zal nog nader blijken in dit hele verhaal. Uit Duitsland naar het buitenland. Vaak omdat ze Joods waren, eerlijk gezegd. Dus Meitner hoorde dat in Zweden. Haar neef was net op bezoek, ook een natuurkundige, een zekere Fries. Ze hebben dat samen besproken. Nou ja, ze begrepen ook wat er aan de hand was. Die Fries zou later nog wat duidelijker maken wat je hiermee aan zou kunnen.
Dit speelt zich allemaal af in 1938. En het jaar daarna natuurlijk breekt de Tweede Wereldoorlog uit. En het is een enorm interessante vraag om je af te vragen, gesteld dat die splitsing van het uraniumatoom in een vredige wereld tot stand zou zijn gebracht, waar niemand specifieke agressieve gedachten zou hebben gehad over de wereldpolitiek of over verovering, wat dan ook, zou dan überhaupt, want je kunt natuurlijk uit die kettingreactie die opstaat, of die splitsing, daar kun je natuurlijk ook gewoon een reactor mee bouwen. En als je die reactor op de juiste wijze af weet te remmen, dan kan je daar enorme hoeveelheden energie mee winnen. Maar zou dus in een vredige wereld, zou het beperkt zijn, hadden we dan überhaupt een atoombom ontwikkeld? Dat is eigenlijk een heel interessante vraag. Een aantal van die bannelingen, met name een aantal Hongaarse natuurkundigen, die dachten eigenlijk meteen, ja wacht eens even, deze splitsing is tot stand gebracht door Duitse natuurkundigen. Duitsland is in alle opzichten toch nog steeds de top van de wetenschappelijke wereld. Gezien de mogelijkheden die nu gevolgd zijn op die splitsing van dat uraniumatoom, wat zou Duitsland daarmee kunnen doen? Wat zou het Derde Rijk daarmee kunnen doen? Moeten we niet waarschuwen? En die hebben inderdaad een brief geschreven aan president Roosevelt. Die is aan Roosevelt overhandigd in het najaar van 1939. Ze hebben ook een brief geschreven aan de Belgische overheid, omdat dat uranium dat kwam vooral uit de Belgische Congo. In die brief aan de Belgische overheid wilt u alstublieft die spullen niet doorleveren aan die Duitsers, want je weet maar nooit wat die Duitsers ermee gaan doen. En de strekking natuurlijk van de brief aan Roosevelt was ook, let op je zaak, straks bouwen die Duitsers zo'n bom en dan zijn we de sigaar. En er is maar één land in de wereld wat eventueel een alternatief zou kunnen bieden, namelijk de Verenigde Staten, dus let op. Heeft Roosevelt opgelet? Nou, er is een commissie gevormd. Er is een bedragje uitgetrokken, maar al met al hebben de Amerikanen daar heel lauwtjes op gereageerd. Wel heeft ook Roosevelt gezegd, oh, is het zo dat de Duitsers heel Amerika kunnen opblazen? Dat was dan weer een beetje overdreven conclusie. Maar goed, waarom was dat natuurlijk zo? Op dat moment was de Europese oorlog begonnen, 1 september van het jaar 1939. Maar de Verenigde Staten waren niet in oorlog, want daarop moesten we wachten tot dus zondag 7 december van 1941, per slotverrekening ruim 2 jaar later pas. Toch werd er ondertussen hard gewerkt aan wat je zou moeten denken en wat je zou kunnen doen met die dingen die ze geleerd hadden over de splitsing van het atoom. Maar waar gebeurde dat? Natuurlijk in Engeland, want Engeland was wel in oorlog. En zeer geïnteresseerd in de vraag, zouden die Duitsers dat kunnen? En wat zouden we zelf eventueel kunnen? En onder andere die Frisch, samen met weer een andere Duitse collega, allemaal uitgeweken uit Duitsland, interessant toch? Niet waar? Die hebben eigenlijk al in 1940 een rapport vervaardigd waarin ze uitlegden hoe je het zou kunnen doen. Hoe je zo'n bom zou kunnen bouwen. Waarbij ze eigenlijk als je dat allemaal bij elkaar optelt, hadden ze een heel aardig idee wat de mogelijkheden zouden zijn. Hoe je zo'n bom zou kunnen construeren. Namelijk dat je 2 helften bouwt die pas kritisch worden als je ze tegen elkaar aandrukt, zal ik maar zeggen. Nou ja, drukt, explosief tegen elkaar aanzet. Ze begrepen dat je beter uranium-235 kon gebruiken dan 238. Ze hebben ook een voorzet gegeven voor hoe je 235 zou kunnen onderscheiden van 238 in een zogenaamde gasdiffusiefabriek. Dus 235 is iets lichter dan 238. En in een gasdiffusiefabriek maak je daarvan gebruik door een soort poreus materiaal te gebruiken waar 235 iets makkelijker doorheen kan dan 238. Al die dingen hadden ze al bedacht. Die rapporten zijn ook naar de Amerikanen doorgestuurd, want ja, iedereen begreep dat als we er iets aan doen op grote schaal, dan zal Amerika daar in feite de kar moeten trekken. Dat begreep iedereen. Maar die zijn in Amerika eigenlijk, die rapporten zijn eigenlijk in de onderste bureaula terechtgekomen. Ik wil niet zeggen in de werkvertrekken van Joe Biden, maar die zijn in de onderste bureaula terechtgekomen.
Ja, Biden is van 41. Nou ja, dat zou in principe niet kunnen. Uiteindelijk gaat Amerika natuurlijk wel deelnemen aan die oorlog. Namelijk vanaf 7 december van het jaar 1941. En dan zie je ook dat Amerika veel meer interesse krijgt in het probleem. In januari 42 worden ook al stappen genomen. Er wordt geld uitgetrokken, er wordt geprioriteerd. Maar de zaak komt pas echt op gang in september van het jaar 1942. Want op dat moment wordt benoemd tot chef van het Manhattan-project. Nu moet ik verklaren waarom het in godsnaam Manhattan-project heet. Om de eenvoudige reden dat die organisatie die deze hele zaak op touw zou moeten gaan zetten, die hield kantoor in Manhattan. En zodoende is het Manhattan-project geworden. Maar uiteindelijk heeft dat eigenlijk helemaal geen betekenis gehad. Het is niet zo dat de bom in Manhattan ontwikkeld is of zo. Dat is bepaald niet zo. In september 1942 wordt de leider van dit project een zekere Leslie Groves. En die Groves was een generaal die niet de troepen aanvoerde, maar dat was een bouwgeneraal. Hè? Want je weet dat een leger heeft natuurlijk een logistiek apparaat, maar een leger heeft ook altijd een bouwapparaat. En die Leslie Groves had in no time het toenmalig grootste gebouw ter wereld gebouwd, namelijk het Pentagon. En die werd nu chef van dit Manhattan project. En die heeft er echt een ongelofelijke vaart achter gezet. Je kunt rustig constateren dat eigenlijk de Amerikanen, dus september 42, nou ja, in 2,5 jaar hebben ze een werkende atoombom gebouwd. Dat die werkt, dat weten we sinds 6 augustus van het jaar 1945. Maar wat de Amerikanen doen in die 2,5 jaar is ronduit indrukwekkend. Want ze beginnen met zo'n gasdiffusiefabriek te bouwen, terwijl ze nog niet wisten of het zou werken, ja of nee. Ze hadden wel theoretisch, zou het kunnen. En bovendien dachten ze, we doen niet alleen gasdiffusie, maar we doen ook nog een project waarbij we proberen om U-235 te scheiden van 238 door middel van krachtige magnetische velden. Dus ze werden eigenlijk op twee paarden. Tegelijkertijd, daarvoor was een gigantisch terrein gekocht bij Oak Ridge in Tennessee. Want daar hadden ze veel elektrische energie over. Daar gaat ook het aantal werknemers, aanvankelijk was 7000 en is 2 jaar later 75.000. Dus vertienvoudigd. En het werkte. Dat moet. Maar ze gokten dus van, ze hebben dit allemaal al ondernomen voordat ze zeker wisten dat het zou werken. Vandaar dat het voor allerlei latere bomconstructeurs, de Russen, de Fransen, de Engelsen enzovoort, die wisten al dat het zou werken, maar die wisten de Amerikanen niet, maar die hadden de middelen, de mogelijkheden om dit zwaar gewoon te gokken. Want ze hebben ook nog in Washington State, hè, dus denk aan niet DC, maar Washington State, daar linksbovenin, daar hebben ze ook een enorme kernreactor gebouwd, waarin ze plutonium maakten. In feite ook een soort van, ik weet niet of ik dat goed zeg, maar alleen ook een soort van isotoop van uranium. Met het idee zouden we ook niet plutonium kunnen gebruiken als explosieve stof in die atoombom. Dus ook hier werden ze op twee paarden. Namelijk een uraniumbom en een plutoniumbom. Ze hebben op een eenzame plek in New Mexico, Los Alamos geheten. Dat was een jongensschool, maar die jongens waren verdwenen kennelijk. En daar hebben ze een enorm laboratorium gebouwd, waar overigens mensen uit alle windstreken werkten. Met name ook Europese natuurkundigen, met name ook een Duitse natuurkundige die achteraf bleek dat hij al het nieuws over deze zaak met enige regelmaat aan de Russen had doorgegeven. Ja, ze waren er misschien sowieso wel achter gekomen, maar het was wel erg handig dat, god weet je, ja, toch weer Klaus Fuchs, dat Klaus Fuchs het allemaal doorgegeven heeft, was misschien toch wel praktisch. Daarover later ietsje meer. Ze hadden tenslotte, hebben ze ook twee soorten bommen gebouwd, namelijk een uraniumbom. Daar was het zo dat ze, laten we zeggen, een soort bol hadden van uranium, die hol van binnen was. En daar schoten ze dan een soort van een bol van uranium in, zodat het geheel een kritische massa vormde. Dat was de
Ze hebben ook een plutoniumbom gebouwd. Daar was de explosieve kern was een stuk lastiger. Dat ging door middel van implosie. Dus iets waarbij het splijtbare materiaal in plezier plotseling. Want bij die, dat allemaal moest met enorme snelheid, zodat het niet alvast begon te ontploffen voordat het moest gaan ontploffen. Dus dat was nog een lastige zaak. Dat hebben ze allemaal gemaakt in die 2,5 jaar. En tenslotte, ze waren met name onzeker over die plutoniumbom. Dus op 16 juli 1945 laten ze een van de drie bommen die ze hadden, die laten ze afgaan als experiment in de woestijn bij Alamogordo. En dat is ook wel lollig, dat Oppenheimer. Oppenheimer is later natuurlijk een beroemd natuurkundige. Die was de leider, de chef van dat project, Robert Oppenheimer. Later heeft hij allerlei vervelende problemen gehad, omdat hij geacht werd links te zijn geweest. Spion te zijn. Nou ja, allemaal dingen, allemaal flauwekul. Maar dat had te maken met de paranoia van de jaren 50 in de Verenigde Staten. En hij deed het. It worked, zegt Oppenheimer dan ook. Sterker nog, it worked much better dan ze hadden gedacht. Want de totale explosieve kracht was 18,6 kiloton. Dus dat is 18.000 ton TNT-equivalent. En dat was 4 keer zo hevig eigenlijk dan ze berekend hadden. Zo interessant eigenlijk dat ze de explosieve kracht bij hun berekeningen, dat ze dat fors onderschat hadden. Dit was natuurlijk op een cruciaal moment. Wacht even, we zitten nu in juli 1945. Niet waar? De oorlog in Europa was afgelopen. De bom hoefde in ieder geval niet in Europa meer te worden gebruikt. Maar de oorlog met Japan was nog gaande vanzelfsprekend. En de vraag was, gaan we dat ding gebruiken tegen Japan? En daar is wel over door allerlei mensen over gespeculeerd. En sterker nog, in Japan is een hele traditie ontstaan van wat een rotstreek. Hè, want ze wouden niet op Duitsland, maar goed, dat had ook niet gekund. Het ding was niet klaar. Maar wel op Japan, wij zijn het slachtoffer geworden. De Aziaten waren wel weer goed genoeg om dat ding op hun dak te krijgen. Nou ja. Ook allerlei mensen hebben dat enorm betreurd en die zien daar allerlei racistische overwegingen in enzovoort. Dat is echt de grootst mogelijke kletskoek, anders kunnen we het niet noemen. Er is aan het gebruik van een atoombom, van het militaire gebruik van een atoombom, nooit getwijfeld. Zolang de Japanners bleven vechten. Daar speelde een heel belangrijke rol in dat strategisch bombarderen, want dit zou... Kijk of je nou een hele stad wegbombardeert met wat zullen we zeggen, enkele tientallen, misschien wel honderden bommenwerpers. Ja, dat maakt niet. Nu heb je er maar één nodig met één wapen, maar dat is dan ook wel heel erg verschrikkelijk. De effecten daarvan zijn wel heel erg verschrikkelijk. Maakt niet zo verschrikkelijk veel uit in principe. En als de Japanners niet zo eindeloos getreuzeld hadden met... erachter te komen dat ze dik verloren hadden en dat het zaak was om zo snel mogelijk een capitulatie aan de Amerikanen aan te bieden, was het misschien wel niet gebeurd. Ja, als de Japanners hadden gecapituleerd in Pakkenbeet in mei, juni van 1945, toen natuurlijk ook al lang duidelijk was dat ze kansloos verloren hadden. Het was ook uiteindelijk, als de keizer dan die capitulatie aanbiedt, zegt hij ook zoiets van, ja, ze zat een beetje tegen, zo van, nou ja, eigenlijk is het helemaal niet zo erg, maar goed. Met name de militaire elite wou à l'outrance volhouden tot het bittere einde. En voor de Amerikanen speelde natuurlijk ook een rol dat ze enorm veel mensen verloren hadden bij de aanval op Okinawa. Dus ze dachten, als wij een aanval doen op een van de hoofdeilanden in Japan, ja, Hokkaido is dat waarschijnlijk. Dat kan ons honderdduizenden doden kosten. Dus daar hebben we helemaal geen zin in. Aan de vooravond van deze gebeurtenissen hadden ze natuurlijk al een reeks van Japanse steden volledig weggebombardeerd. Denk aan Tokio, 100.000 doden. Gewoon in brand gestoken van omdat veel Japanse steden natuurlijk bestonden uit houten huizen. Of in ieder geval uit buitengewoon brandbaar materiaal. Dus ja, Truman besluit eigenlijk zonder al te grote problemen, we gaan die bom, die gaan we gebruiken. Dan was nog de vraag, gaan wij de Russen daarover informeren? En u wilde het geval dat in Potsdam vergaderden de geallieerden,
Die Churchill was eerst aanwezig, later Attlee, en met Churchill de verkiezingen verloor. Stalin was aanwezig en Truman was aanwezig. En Truman heeft zo in het voorbijgaan een beetje casual, heeft die Stalin zeggen, we hebben een hele grote bom. Waarschijnlijk op dezelfde manier, want dat was wel interessant. Roosevelt was heel plotseling overleden. En Truman was, zoals veel vicepresidenten, bar slecht voorbereid op zijn nieuwe functie. Hij wist helemaal niet dat de atoombom bestond. Moet je je voorstellen. Dus hij moest horen van de minister van Oorlog, Stimson, ja, Mr. President, moet u nog iets vertellen? Maar we hebben in de afgelopen jaren een uniek nieuw wapen ontwikkeld, namelijk de atoombom. En nu vertelt Truman dat dus aan Stalin. En Stalin reageerde nauwelijks, waardoor allerlei mensen zeiden, hij wist helemaal niet waar het over ging en zo. Maar dat was onzin. Stalin was goed op de hoogte van het werken aan de atoombom door zijn spion Klaus Fuchs, die daar ook in Los Alamos had gewerkt. Maar Stalin was enorm onder de indruk van de effecten van de eerste bom op Hiroshima, 6 augustus 1945, 3 dagen later Nagasaki. Die was niet helemaal precies zoals die moest vallen, maar toch. Het effect was gigantisch. Mensen, ja, ik ga dat nu niet zitten beschrijven, maar het, als je denkt dat het een betrekkelijk klein wapen was, dus ook iets van 20 kiloton of zo, en dat er later wapens zijn ontwikkeld met 20 megaton. Ik heb nog eens een beschouwing gelezen over als die Amerikaanse vliegbasis in Soesterberg, als die geraakt zou worden door een 2 megaton wapen, nou, dan was heel Oost-Utrecht was ook in een ruïne veranderd. Je moet er niet aan denken. En dan 20 megaton. En nou, kortom, de effecten waren verschrikkelijk. En je zou kunnen volhouden dat de effecten van deze betrekkelijk kleine wapens in Japan al ervoor gezorgd hebben dat ze nooit meer gebruikt zijn. Dat had Oppenheimer overigens al gezegd terwijl ze dat ding ontwikkelden. Ik denk eigenlijk dat het een onbruikbaar wapen is. Het effect is zo gigantisch dat het, nog afgezien van het straling en dat allerlei dingen de hele tijd radioactief blijven, ik zie er niet veel in. Maar goed, dat wouden de Amerikaanse militairen natuurlijk absoluut niet geloven. Nu moeten we nog een interessante vraag beantwoorden. Namelijk, hoe zat het dan met die Duitse bom? Hebben de Duitsers dan geen bom? Hè? Het waren de Duitsers die met die kernsplitsing waren begonnen. De eerste die op dat punt succes hadden gehad door dat uranium in tweeën te delen. Nee, de Duitsers hebben op dat punt eigenlijk totaal niks gedaan. En niet alleen omdat al hun serieuze natuurkundigen geëmigreerd waren, vanwege dat achterlijke idiote regime wat ze ondertussen hadden gekregen, vanzelfsprekend. Nee, er is eigenlijk geen enkele vordering gemaakt. De Duitsers hebben nog wel een soort kernreactor gebouwd, maar die is nooit kritisch geworden. Dat wil zeggen, die is nooit gaan functioneren. Nou, dan valt die leider van de, laten we zeggen, de bouwleider van de Weermacht, Fritz Todt, die valt naar beneden met een vliegtuig, die is dood, die wordt opgevolgd door Speer. Speer heeft al die projecten nog eens bekeken en die heeft bij die bom gezegd, nou, kans dat wij een bom ontwikkelen in de periode van deze oorlog is 0,0. Dus dat de hele zaak is in feite stilgezet. En voor zover er mensen aan werken, zijn die andere dingen gaan doen. Dus gek genoeg is de Amerikaanse bom ontwikkeld vanuit het perspectief van de angst voor een Duitse bom. Maar een Duitse bom is niet eens verder gekomen dan het embryonale stadium. Dat is een beetje een curieuze zaak. Ten slotte leidt dat Amerikaanse wapen, ook omdat de Russen in 1949 ook al een eigen wapen bleken ontwikkeld te hebben, tot een totaal absurde nucleaire wapenwetloop, waar ik wel iets over wil zeggen. Dat is echt een van de meest waanzinnige projecten die de mensheid ooit heeft ondernomen. Van een zo ingrijpende zinloosheid dat je echt niet begrijpt. Bovendien energieverslindend. Hè, want het maken van die bommen, dat kost enorme hoeveelheden energie. Maar dat zou dan de volgende keer moeten. Maar hier zie je dus dat uit angst voor de Duitsers,
eigenlijk de Amerikanen in no time een indrukwekkende prestatie zonder meer een eigen bom hebben ontwikkeld. Overigens, de Engelsen, toch hun bondgenoten, de lui die ze op het pad gezet hadden, hebben direct geconstateerd, wij willen niet afhankelijk zijn van een Amerikaanse bom. Wij willen een eigen bom maken. Dat hebben ze ook gedaan. Tal van geleerden hebben natuurlijk gezegd van ja, dit is een onbruikbaar wapen. Dit is een onmenselijk wapen. Kunnen we bijvoorbeeld niet beter dat ding een keer demonstreren op een eiland in de Stille Zuidzee? Of kunnen we niet alle kennis over de bom verspreiden over de wereld, zodat iedereen, Niels Bohr bijvoorbeeld heeft allemaal dat soort van voorstellen gedaan. Maar dan moet je Churchill over horen. Die vond dat allemaal een idealistische lulkoek. Die was dolblij met die bom in alle opzichten. Nou ja, tot op heden is die niet gebruikt. Waar sla je hem op eigenlijk, zo'n bom? Nou ja, je moet niet alleen dat je een bom op moet slaan. Een bom moet ook onderhouden worden. Die is eigenlijk net een pot pindakaas. Je kunt hem wel een hele tijd bewaren. Maar je moet tenslotte gaat het toch schimmelen en bederven. En dan... Dus ik heb begrepen dat met name en de Russische en de Amerikaanse voorraden, die natuurlijk enorm veel kleiner zijn dan ze waren tijdens de Koude Oorlog, dat die regelmatig ververst moeten worden, om het maar even zo te zeggen. We hebben ze in Nederland ook toch geen volkool, wilde de overheid nooit toegeven, maar wij hebben in principe ook bommen op ons grondgebied. We hebben atoombommen hier liggen, ja. En die zijn van ons. Die zijn niet van ons, nee. Die zijn van de Amerikanen. Daar hebben wij niets over te vertellen, nee. Nee, als Rutte denkt, weet je wat, ik haal zo'n bom op in Volkel. Die kunnen niet weten. Dan gaan we Vlaanderen veroveren. Hè? En waarom heeft Nederland ermee ingestemd om die hier neer te leggen? Ja, sterker nog, ik meen me te herinneren, maar dit doe ik een beetje op de Bonnefoy, dat wij het eerste land waren, in eerste NATO-land in Europa, wat bommen op zijn grondgebied gelegerd kreeg. En hoe groot is zo'n bom? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Die zijn steeds kleiner en kleiner geworden. Vooral ook omdat ik heb begrepen dat waterstofbommen, dat is een tweede fase in de bomtechnologie, dat die veel kleiner kunnen worden gemaakt. Want als je die eerste bom, de zogenaamde Fat Man, dat is een plutoniumbom. Ja, het is jammer dat mensen hadden in Soesterberg een heel lollige tentoonstelling, waar een replica van Fat Man aanwezig was. En dat is echt, nou ja, dat woord Fat Man is niet overdreven. Dat was een gigantisch bol ding werkelijk. Maar is die zo groot als deze auto? Of is die veel kleiner of groter? Nou, qua gewicht denk ik meer dan deze auto. Ik zou het uit mijn hoofd moeten weten, maar ik weet niet zeker. Maar het was een fors ding. Omdat dat hele ontplofmechaniek erin moet zitten. En ze natuurlijk pas in de loop der tijden zijn die dingen kleiner geworden. Denk aan de Variomatic, toen die net in de DAF was geïnstalleerd. Toen was het een enorm ingewikkeld ding met trommels en poelies en ik weet al niet wat. En tegenwoordig, als je naar een Variomatic kijkt, dat is een piepklein, heel opgevouwen ding. Ja. Wat fantastisch werkt overigens. En hebben die Amerikanen hebben hem dus in de woestijn als een soort van test af laten gaan. Maar wisten ze ook hoe vernietigend die bom zou zijn als die dus in Japan afgelaten zou worden? Ze waren verbaasd over de explosieve kracht daar in Alamogordo. Ze waren natuurlijk op een flinke afstand, maar dat kun je van iedereen lezen die erbij is geweest. Dat is een totaal, hoe moet je het zeggen, laat ik nog eens een Engels woord, ze waren flabbergasted. Ze waren echt dat je denkt van, ze hadden dat niet in die omvang verwacht. Dan, ze hebben al heel snel waren er, als Hiroshima verwoest is door een atoombom, al heel snel waren er journalistieke berichten. Ja, er was van die stad vrijwel niks overgebleven. Ik wil wel kort volgende keer weergeven. Er is een prachtig boekje van een Amerikaanse journalist over wat er met Hiroshima gebeurd is. En dat, als je dat leest, als je denkt dat is een klein wapen, dan zijn grotere nucleaire wapens. Ook die BB, we hadden Nederland Bescherming Bevolking. Waarbij ook de indruk was, je moest dan eventueel een nat vaatdoekje over je hoofd leggen, onder je bureau gaan zitten. Maar wat totaal niet ingecalculeerd was, dat natuurlijk alle medische faciliteiten zijn getroffen. Dus ook was het heel tragisch in Hiroshima, dat de bevolking die er dan verschrikkelijk daarbij staat, zit, loopt, ziek is, zich naar het hospitaal begeeft, wat ook al flarden is, waar niets voor niets van over is.
waar de medische staf ook grotendeels verdwenen was, dood was. Nee, het is... ik heb altijd gedacht dat mocht het ooit tot een kernoorlog komen, dan moet je, dan doe je er verstandig aan om jezelf en ervoor te zorgen dat je binnen een uur dood bent na het begin van de kernoorlog. Want alles wat daarna komt zal gruwelijk zijn. Hoezo? Nou ja, laat ik dan beschrijven wat er van Hiroshima over was na een betrekkelijk klein kernwapen. En wat, ik weet niet wat het in Hiroshima was, maar ook 20 kiloton of zo. Dan is het wel, ja, zal het einde van de mensheid, het einde van de planeet, we moeten het ook, maar goed, het is voor de direct betrokkenen is het rampzalig. Er zijn uiteindelijk, inclusief stralingsziekte geloof ik in Hiroshima, 140.000 doden gevallen. En dat realiseert zich iedereen nu natuurlijk ook heel goed, want dat is natuurlijk een referentie. Ik weet niet of iedereen zich dat goed realiseert, maar het, ook hier moet ik weer zeggen, ja, wie weet zal ik een halfgare optimist lijken te zijn geweest. Maar ik kan me niet voorstellen dat Poetin een nucleair wapen gebruikt. En als hij dat gebruikt, waar gaat hij het dan aflaten? Precies, wat moet je ermee? Wat Robert Oppenheimer al heel snel zei, wat moet je ermee met zo'n ding? Als dit in Oekraïne doet, raakt hij zichzelf ook, waarschijnlijk? Ja, wacht even, zowel Rusland als de Verenigde Staten hebben een... Kijk, hebben in het algemeen een uit drie delen bestaand nucleair systeem. Dat is natuurlijk de klassieke bommenwerper. Die zullen ze denk ik niet gebruiken, want die zijn natuurlijk toch relatief kwetsbaar. Hoewel we hebben die schitterende Amerikaanse bommenwerper, hè, die moeilijk zichtbaar is voor radar en zo. Een soort stealth bommenwerper, waarbij ze nu weer een hele nieuwe gaan bouwen die nog beter is. En ook nog duurder als ik het allemaal goed heb begrepen. Ja, vrij onbegrijpelijk. Waarschijnlijk hebben ze allemaal naar die film Maverick gekeken. Denk je, En dan is er natuurlijk een systeem met ballistische raketten. Die zitten in een silo en die druk je op de knop. Die zijn geprogrammeerd voor bepaalde steden. Als ik het allemaal wel heb. En dan is er natuurlijk de meest onkwetsbare van dit systeem. Dat zijn de raketten aan boord van nucleaire onderzeeërs. En die hebben de Amerikanen en de Russen. Waar die dingen zijn, dat weten we niet. Ja, kun je ook leuk. Hunt for Red October. Mooie rol van Sean Connery. Ook een beetje een fantastische film overigens. Haal zo'n bom op in volkool. Een nieuw hoorcollege van Maarten. Als u even terugdenkt aan die jaren, dan weet u eigenlijk dat zich juist in deze periode, 89, 90, 91, een groot drama voordoet. In zekere zin een militair drama, een geopolitiek drama, want Irak bezet Kuwait. Over de rol van Amerika in de wereld na de Koude Oorlog. Dat leidt tot een reeks van op zichzelf amusante anekdotes, want het is wel duidelijk dat eigenlijk de oude Bush niet meteen weet wat hij doen moet, of die meteen kordaat op moet treden. En dan wordt hij bezocht door Margaret Thatcher. Je vindt het hoorcollege via de link in de show notes. De veelbelovende techbeurs CES in de Verenigde Staten, die zit erop. Nederlandse ondernemers zitten weer in het vliegtuig onderweg naar huis. En ik ben benieuwd hoe zij terugkijken op die beurs. Dat en meer hoor je in de podcast C-Level via de link in de show notes.